Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie hier aanwezig zijn. Welkom bij deze rondetafelsessie Skill-Based Recruitment. Ik ben blij dat ik hier vandaag de host mag zijn. Vanuit mijn persoonlijke interesse, omdat ik dagelijks met managers te maken heb die het lastig vinden om het vinden van de juiste mensen uit de arbeidsmarkt te plaatsen op de plekken die zij vakant hebben. Mijn naam is Bart Wenning. Ik zit hier vandaag niet alleen, ik zit hier met een aantal experts aan tafel. En ik heb voordat we verder gaan nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Deze sessie wordt opgenomen. Dit is in verband met dat het later teruggekeken kan worden. Vragen kunnen er gesteld worden via de chat. We koersen ongeveer op 1 uur dat we klaar zijn. Daarna is ongeveer nog een 15 minuten ruimte om vragen te beantwoorden live door de mensen die hier aan tafel zitten. Reden hiervoor dat we hier vandaag aan tafel zitten is dat we zien vanuit de krapte op de arbeidsmarkt dat de gap steeds groter wordt bij het vinden van het juiste van de juiste mensen. En dat we vanuit de Europese Commissie het jaar van de skills op dit moment is. We moeten anders kijken naar personeel. En vandaag gaan we stilstaan vanuit visie, wetenschap en een pragmatische aanpak een doorvertaling maken, zodat jullie straks aan het einde van het uur naar huis kunnen en dingen die jullie gelijk morgen kunnen toepassen. De sprekers vandaag aan tafel. Ik heb Stefan Nommensen, kolonel der mariniers en commandant dienstcentrum personeel en logistiek. Zij hebben vanuit Defensie onlangs een campagne gestart met de mentaliteitscampagne Generatie D. Gaan we straks uitvoerig bij stilstaan in een manier om anders te kijken naar personeel. We gaan het hebben met Ilse Jongenelen, principal consultant en expert skill-based recruitment bij Randstad. Zij heeft in haar dagelijkse werk te maken met complexe HR-vraagstukken en heeft een 5-stappenplan ontwikkeld waarin het makkelijk wordt om skill-based recruitment in te gaan zetten. Marjolein ten Houten, directeur arbeidsmarkt en social impact, Randstad Groep Nederland. Kunnen we het even over werk hebben? Is een boek die ze onlangs heeft uitgebracht. En zij is degene die pleit voor een ontslagvrije samenleving. Ja. En last but not least, gerenommeerd onderzoeksbureau TNO, hebben wij Ronald Dekker aan tafel, arbeidseconoom en kandidaat Eerste Kamerlid. Willen weten hoe het zit, is zijn ultieme drijfveer. En denk ik de perfecte combinatie om hier vandaag te hebben over de perikelen van de arbeidsmarkt. Vandaag de dag merken we dat er 1 op de 3 organisaties wordt beperkt in een bedrijfsactiviteit, omdat ze niet de juiste mensen kunnen vinden die ze nodig hebben. Tegen de 123 vacatures zijn er 100 werklozen. Dat betekent dat die krapte enorm is en dat we echt iets anders nodig hebben. Defensie heeft onlangs een arbeidsmarktcampagne gestart om daar in ieder geval een goede aanzet toe te doen om anders te gaan kijken naar het werven van personeel. Ik start graag even deze video in om hier nu live naar te kijken. Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan, niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers, mensen zoals jij. De mensen van Generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl. Nou, volgens mij kijken we hier naar een film waarin we al anders gaan kijken naar het werven van personeel. Stefan, welkom. Dank u wel, Bart. Generatie D, wat is dat eigenlijk? En waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Nou, eigenlijk geef je het net zelf al aan, hè. We gaan hier kijken door alle generaties heen. We kunnen bij Defensie ongelooflijk veel mensen gebruiken. We hebben ongeveer 6000 vacatures bij Defensie.
Dat is niet uitsluitend bedoeld voor de jongeren. Het maakt eigenlijk niet uit wat je herkomst is. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Wij kunnen je gebruiken bij Defensie. Dus we kijken daar heel breed. We willen ook eigenlijk op 3 pijlers dit wegzetten. We zetten weg op zingeving. Beschermen wat ons dierbaar is. Indien noodzakelijk ook vechten. En de huidige geopolitieke situatie. Ik hoef maar te kijken naar de Oekraïne. Maar ik kan ook kijken naar de Chinese Zee. Waar we toch sterk van afhankelijk zijn van al onze chips die uit Taiwan komen. Maak het dus duidelijk dat we moeten zorgen dat Defensie goed geëquipeerd is voor zijn taken die ze moeten gaan vervullen. Tweede pijler is groei. Skills for life, zoals wij dat zeggen. Je krijgt ongelooflijk veel skills aangeleerd. Maar het is ook talent van buiten bewegen naar Defensie toe. Dus dat is ook wat we willen uitstralen. En de derde pijler is kameraadschap. Je kunt het niet alleen, je doet het met z'n allen als team. Nou, volgens mij zijn dat echt 3 mooie uitgangspunten die je hier al benoemt. Je hebt eigenlijk wel met dat geopolitieke wat je zegt heb je te maken. Maar hoe vertaal je dit nou door wat je zoekt? Een uitdaging van 6.000 vacatures die je voor dit jaar te vervullen hebt. Hoe ga je dat dan doorvertalen naar concrete plekken binnen de organisatie, dat mensen er ook op gaan reageren? Ja, daarvoor stellen we onze vacatures. Wat wij doen is ook experience days organiseren. En daarbij kun je dus het proeven, het voelen wat het is om bij Defensie te komen werken. Je ziet ook, je kunt dan daadwerkelijk zien met welke apparatuur, welke technieken je kunt gaan werken. Wat wel een probleem is en een uitdaging is, hoe kunnen wij nu alle veranderingen, bijvoorbeeld binnen onderwijs, hoe kunnen we die volgen en zorgen we ook dat we de juiste zaken uitvragen in onze vacatures. En dat maakt ook waarom ik dit seminar zo ontzettend interessant vind, ja. Is hoe maak je die vertaalslag nu en hoe ga je nu eigenlijk af van het aangeven dat ik heb een MBO mechatronica nodig, ja. Of ik heb MBO maintenance surveillance nodig. Dus die slagen die moeten we zeker nog maken. We zijn ermee bezig, maar we zijn er nog lang niet. Nee, dan zeg je eigenlijk vanuit het traditionele opleiden gaan we kijken van hoe gaan we eigenlijk de vijver groter maken door anders te kijken naar wat we traditioneel hebben uitgevraagd. Welke uitdagingen komen daar voor jou bij kijken als je naar de organisatie van Defensie kijkt? Nou ja, als ik al kijk, dan is het natuurlijk een organisatie met een grote historie. Ja. Zitten veel mensen, zeker van mijn generatie, die nog kwamen als een employment for life. Die dus ook kijken naar de manier waarop zij zijn opgeleid en dat reflecteren op de mensen die we nu opgeleid moeten worden. Dat is het referentiekader. Maar we moeten natuurlijk inmiddels stappen verder maken. We moeten om ons heen kijken. We moeten kijken van hoe kunnen we nu gebruik maken van al die tools die de civiele markt heeft. Hoe kunnen we het ecosysteem goed inregelen, zodat we als Defensie niet alles zelf moeten doen. Tuurlijk, daar waar het specifiek militaire vaardigheden, skills, opleidingen, moeten we zelf doen. Maar een heleboel kunnen we uit onze periferie halen en kunnen anderen ons mee helpen. En waar ben je dan het meest bij geholpen, zeg maar? Als je zegt van, joh, daar kunnen anderen ons mee helpen, waar ben je dan zelf het meest mee geholpen? Nou, we hebben, en dat probeer ik een beetje aan, we kijken heel erg van inside out. En kijk nu eens even van buiten naar binnen. En dan kan je makkelijker die vertaalslag maken. Wij zijn, en dat komt ook met onze contacten met compies als Randstad, dat je erg kijkt van hoe kan ik nu mijn targeting krijgen. Hè? Hoe ga ik mensen nu, specifieke mensen met skills, met opleidingen, van de markt afhalen. En dan gaan we heel erg daarop inzoomen. Maar als je even uitzoomt en zegt van waar heb ik het nu eigenlijk over, dan zie je dat een matroos nautische dienst, een matroos operationele dienst, een matroos logistieke dienst, een matroos... Nee, ik denk dat de meeste mensen die zoeken naar een baan bij de marine als matroos, gewoon matroos willen worden. En dan moeten we ze, als ze binnen zijn, laten zien van waar zitten nou eigenlijk jouw vaardigheden? Waar zit jouw grootste interesse en hoe kunnen we jou nu helpen? Hoe kunnen we jouw talent gebruiken om de volgende stappen te maken? En dat is een andere manier dan dat we nu doen, waarbij we dus heel specifiek uitvragen, ook
qua opleiding, wat ik al aangaf. Ja. En dan zie je dat je een hele grote uitdaging hebt. We hebben op dit moment ongeveer 3,7 miljoen mensen die kijken naar onze website. We hebben ongeveer 10.000 mensen die kijken naar een experience day. 7.000 mensen die komen voor een selectie en keuring. 5.000 mensen gaan uiteindelijk die keuring dan nog in, de medische keuring in. En ik heb ongeveer zo'n gemiddeld 3.500 mensen die aangesteld worden bij Defensie. We zoeken er 6.000, dus ja, we hebben nogal wat te doen om dat gat dicht te lopen. Ja. Maar als je dan kijkt eigenlijk wat je aan het begin voor interesse had, dan laten we daar in mijn optiek een behoorlijk potentieel liggen. Ja. En daarom dat ik denk dat op een andere manier kijken naar het potentieel wat je van de arbeidsmarkt kan halen, ons daarbij gaat helpen. Nou ja, volgens mij vat je het inderdaad zo mooi, daarmee mooi samen. En ik denk dat de uitdagingen zijn groot die je nu schetst. Hè? Terwijl je eigenlijk zegt, van, er is eigenlijk wel genoeg, we staan genoeg in de spotlight om daar gewoon goed invulling aan te kunnen geven. Alleen we missen ook wel iets. En dat is een soort van gap die je zegt van, joh, daar zou anders kijken naar het werven, zou daarbij helpen. Zeker. Zeker. Ja. Als ik dit zo doorvertaal, hè, naar jou, Ronald, vanuit TNO, gerenommeerde partij, doet onderzoek naar. Herken je dit soort signalen die hier geschetst worden? Ja, dit is eigenlijk een probleem wat veel organisaties op dit moment hebben. Dus of dat nou om techniekbedrijven of zorgorganisaties gaat, die hebben allemaal te maken met dat ze veel vacatures open hebben staan. En die kunnen allemaal baat hebben bij iets genuanceerder, zou ik bijna zeggen. Kunnen kijken naar talent wat buiten de organisatie loopt. En dat kan dus betekenen dat je in plaats van 4 krapteproblemen van 4 verschillende matrozen, kan je misschien beter 1 krapteprobleem, namelijk matrozen in het algemeen, adresseren. En dat is vanuit de organisatie dan heel, heel verstandig. En dat kan niet altijd even makkelijk. In de zorg is het bijvoorbeeld, sommige verpleegkundigen mogen sommige handelingen wel verrichten, ja, andere verpleegkundigen niet. Ja. Dus daar heb je noodzakelijk 2 wervingsproblemen. Maar ook daar kun je misschien kijken, als we nou in zijn algemeenheid werven op verpleegkundigen en dan die mensen intern ontwikkelen, zodat ze ook het vereiste kwalificatieniveau voor al die handelingen halen, dan doe je iets verstandigs. Ja. En in beide gevallen geldt ook dat het, ik zou bijna zeggen, begint en eindigt met dat je ook zorgt dat het werk voor de mensen die het komen doen leuk is. En dat het daarmee productief is. En dat je daarmee minder verloop hebt. En daarmee, dat is misschien eigenlijk wel de belangrijkste route naar het adresseren van je krapte vraagstuk. Ja, en daar zit dus ook echt inderdaad wat herkenbaarheid vanuit jouw achtergrond zit daar op. Als we dit doorvertalen, hè, want de problematiek die je stelt van de gap die er eigenlijk is tussen we hebben genoeg, we zijn genoeg in de spotlight, maar het vinden van de juiste mensen, die doorvertaling te maken, is soms lastig. Als we die doorvertalen naar Ilse. Ilse, jij houdt je binnen Randstad Consultancy direct bezig met complexe HR-vraagstukken, waar dit er volgens mij een hele grote is. En jij je verdiept hebt in skill-based recruitment. Klopt. 2023, ik begon er net al mee, is uitgeroepen tot het jaar van de skills. Ja. 3/4 van de organisaties vindt het lastig om het vinden van de 1 op de 3 organisaties vindt het lastig om het vinden van het juiste personeel. Ja. Als je dit zo hoort wat Stefan hier aan tafel terecht allemaal zegt, met onderzoek wat geduid is, hoe kijk jij hier naar de toekomst van werk? Ja, nou, het is denk ik heel herkenbaar, hè, wat iedereen zegt. En als ik kijk naar de gesprekken die wij voeren, die ik regelmatig heb, hè, dan zie je dat die arbeidsmarkt, hè, en die arbeidsmarktschaarste, daar hebben we natuurlijk al eerder over gehad met elkaar, ook jaren geleden. Je ziet dat die met de economie vaak wel meebewoog. En inmiddels zijn we beland op een punt, hè, waarop voor een aantal doelgroepen, en dan, nou, Ronald gaf net al aan, techniek en zorg, dat zijn 2 hele dominante, extreem schaarse doelgroepen, waarvan we kunnen stellen dat die tekorten structureel zijn. He, dus je ziet dat vooral opdrachtgevers ook in die hoek enorm worstelen met hoe uiteindelijk je personele capaciteit, he, dus je bemensing, zo in te richten dat je het werk wat er gedaan moet worden in dat primaire proces wel kunt oppakken. En hebben wij inderdaad een aanpak ontwikkeld. Daar gaan we zo nog wel over praten. Maar is het vooral belangrijk om echt als organisatie na te denken over waar sta ik nou voor opgesteld? Hè? Wat is de taak die ik moet uitoefenen?
En vanuit daar de vertaling te maken naar welke competenties, hè, heb ik dan, skills heb ik nodig in mijn organisatie en hoe ga ik dat vormgeven. Dus afstappen van, voorheen heb ik het altijd zo ingericht en daar heb ik dus zoveel mensen van dat profiel voor nodig. Maar ja, meer te kijken naar, wat is er nou nodig om dat werk te kunnen verzetten? Ja. En ook te gaan investeren in het vakmanschap wat daarop nodig is. Ik hoor al wel wat zeggen over het hoe. Ja. Er luisteren veel HR-verantwoordelijken mee. Ja. Die waarschijnlijk dit hier aan tafel al wel herkennen. Maar wat kunnen ze doen? Hoe is dan de hoe? Ja, nou dat is terechte vraag, Bart. Kijk, wat we zien is dat het een actueel thema is. Hè. Ik denk dat ook iedereen herkent dat er veel wordt gesproken. Op LinkedIn komt er veel voorbij. Het is vaak een thema, hè, ook binnen organisaties, hoe dat vorm te geven. En tegelijkertijd zit er een worsteling in hoe dat dan in de praktijk te brengen. En zien wij, dat zit ook in onze aanpak, dat het vooral heel belangrijk is om dit samen te doen. En om het als organisatie te omarmen. En niet iets is wat zuiver en alleen, hè, bij HR blijft liggen. En wat zeg je dan? Samen? Maar wat bedoel je dan samen? HR en? HR en de operatie. Ah, ja. Want uiteindelijk, ja, ik denk dat jij dat herkent, Stefan. Absoluut. Daar wordt wel een match gemaakt. Hè? En daar moet ook iedereen geloven in het investeren in die medewerker die op skills een bepaald niveau heeft, maar wellicht op een aantal andere skills nog moet worden verrijkt. Dus als je niet met elkaar dat geloof hebt en die investering wil maken, ja, dan blijft het een papieren exercitie. Hè? En dat is, dat is jammer en daarmee bereik je je doel niet. Ja. Is dat ook, Stefan, wat je bedoelde met de traditionele organisatie, hoe we georganiseerd zijn, hoe we gewend zijn te werken? Absoluut. En die heb je, de operatie heb je juist heel hard nodig op dit thema. Is zeker, dat... en juist die moeten ook de tijd nemen om te zorgen dat ze hun bedrijfsvoering aanpassen. Ja. Te kijken van wat voor personeel heb ik nu daadwerkelijk nodig, welke talenten hebben ze nodig. En als we talenten willen bewegen, daar hebben we nu ook een programma voor binnen Defensie, dat heet kwalificatieketen individuele personele gereedheid. Dus we gaan dan kijken naar wat het profiel is, dat zich niet alleen maar baseert op de scholing en de diploma's, maar ook welke andere vaardigheden men moet bezitten. En dan kun je ook talent binnen je organisatie gaan bewegen. Maar dat is allemaal nog in een pril stadium. Ja. Gegeven die druk die erop ligt om ook te groeien, zijn dat zaken die, ja, dat kost tijd om ze goed in te regelen. Ja. En dat is een verandering. En ik gaf al aan, een organisatie met een grote historie. Ja. Is de veranderbereidheid is wat, daar moet je aandacht aan besteden. Nou, vooral de bereidheid. Ik kijk gelijk even naar de overkant voor mij. Ilse, veranderbereidheid. Dit moet heel herkenbaar zijn, denk ik, zeker. Daarin. Ja, dat klopt. Wat kun je daar vanuit jouw achtergrond over zeggen? Hoe gaan we dat bewerkstelligen? Ja, hij zit. We gaan straks natuurlijk ook even kijken naar die aanpak. Hè, maar ons geloof, hè, en onze echte overtuiging is ook dat het echt begint bij eerst intern het creëren van dat draagvlak. Ja. Hè, maar ook met elkaar de ontrafeling te doen, hè, wat jullie ook hebben gedaan. Welke taken moeten er gedaan worden? Welke skills zijn daarop nodig? Wat is er beschikbaar binnen? Hè, want dit is een heel interessant instrument, zeker ook voor behoud. En welke, hè, skills zijn beschikbaar buiten, in die externe arbeidsmarkt. En als je dat op een inzichtelijke, deels ook data-gedreven manier aanpakt, creëer je natuurlijk ook meer inzicht, juist bij de operatie, en ook wel meer bereidwilligheid om met elkaar te gaan werken, hè, op die uitdaging. En open te staan voor een kandidaat die zeker voldoet, maar waar nog wel wat aan moet worden, bijvoorbeeld verrijkt of toegevoegd. Hè, vanuit begrip. En dat verrijken, zeg maar, van skills is ook wel van, we hebben het nu heel erg over skills, we hebben het over vaardigheden. Ja. Ja. Even heel praktisch, want ja, waar hebben we het dan eigenlijk over, heel sec gezien? Ja, ik heb een paar plaatjes meegenomen, want dat helpt altijd wel, hè, om het wat concreter te maken. Misschien even terug naar waarom we het over skill-based recruitment hebben en waarom wij vinden, hè, dat nuttig is. We hebben hier twee plaatjes naast elkaar gezet. En op de linkerkant zie je eigenlijk de traditionele manier van werving, hè, waar jij ook aan refereerde, Stefan, waarin je een functie vakant hebt binnen je organisatie en daar dan wel intern, dan wel extern op gaat werven. En dus ook naar een vergelijkbare functie, een letterlijke functie, benaming zoekt. Nou, die functie die heeft allerlei skills. Er staan er hier 8 omwille van de visual, maar dat zijn er over het algemeen veel meer.
Aan de rechterkant stellen we de skill centraal. En wat je direct ziet is dat op het moment dat je kijkt naar een bepaalde skill, een bepaalde vaardigheid, daar al 8 functies omheen zitten die allemaal die skill bevatten. En even los van dat een functie heeft meerdere skills. Dus je wil per skill kijken hoe relevant is die. Wat is de waarde van die skill? Hoe belangrijk is die? Maar je ziet dat je een uitwaaiende beweging eigenlijk maakt als het gaat om wie kwalificeren eigenlijk allemaal binnen mijn organisatie, buiten mijn organisatie, om zo'n functie te kunnen uitoefenen. En pas dan ga je naar het functieniveau. Dus je kijkt veel meer naar het werk wat er gedaan moet worden en welke talenten, kwaliteiten, vaardigheden iemand moet hebben om die functie te kunnen doen. Overigens definiëren wij skill, het woord skill, als kennis, competentie en vaardigheden. Ja. Dus het is meer dan alleen maar een competentie. Daar zit ook nog wel eens wisseling in. Maar bijvoorbeeld het beschikken over een HACCP-certificaat is net zo goed een skill. Anders kan je bepaalde taken niet uitoefenen. Juist. Dus hij is wel breed. Nou, als je dan kijkt naar hoe we dat ontrafelen, daar heb ik nog een ander plaatje voor bij me. Daar zie je dat als je kijkt naar de functies, we daaronder kijken nogmaals naar welke skills erbij zitten. We hebben er hier een vijftal voorgezet. Wat ik zei, dat kunnen ook hardere skills zijn, zoals programmeren. In de zorgsector waar Ronald aan refereerde, het toedienen van bepaalde medicatie of het uitvoeren van medische handelingen. We hebben hier het woord taxonomie ook boven gezet. Dus denk ik goed om dat even toe te lichten. Als Randstad hebben wij een taxonomie ontwikkeld. Wat wil zeggen dat wij een hele grote, complexe database hebben samengesteld. Die ziet toe op clustering van beroepen en op clustering van skills. Op een manier waardoor je de ontrafeling letterlijk kan maken. Zowel van boven naar beneden, dus van functie naar de onderliggende vaardigheden, als ook weer terug naar boven. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van allerlei nationale en internationale standaarden. Dus denk aan ISCO, ESCO, competent.nl en ONET. Al die kennis zit daarin. Dat zit ook in een tool. Dus die tool doet deze exercitie. Dus even voor mijn beeld. Daar stoppen we een functie in. Ja. Dan ontrafelen we de skills daaruit. Ja. En vervolgens kun je ook gewoon skills daarin inzetten. En de ander komt, kom je weer op functies uit. Dus eigenlijk het plaatje wat we hiervoor lieten zien. Ja, klopt. Kun je beide kanten op. Klopt. En dat geldt voor alle sectoren, kun je dit op toepassing laten zijn? Ja, feitelijk wel. Op dit moment is het zo dat we meer dan 5000 beroepen, functies hierin hebben zitten. En meer dan 12.000 skills. Ja. Dus dat is inderdaad een hele grote database al, waarmee we kunnen werken. En wat helpt iedereen dit dan? Wat kunnen we dan zo meteen op de website, op de vacature, op de jobboards gewoon, dan zien we gewoon een aantal skills zijn en ik vink ze aan? Of is er ook nog wat voor de mensen die uiteindelijk gaan werken? Want zijn ze, de werkzoekende, weten die wel wat voor skills ze hebben uiteindelijk? Hoe gaan zij dat eigenlijk doen? Dat is wel een goede vraag. Deze exercitie is natuurlijk gedaan meer vanuit het organisatieperspectief. Er is gekeken naar wat zien we nu bijvoorbeeld in een ISCO-beroepenlijst terugkomen. Welke skills hangen daaronder? We hebben dat zelf verrijkt door bijvoorbeeld alle vacatureteksten gedurende een hele lange periode te scrapen op de skills die daarin werden gevraagd. Dus zo is die database weer verrijkt. De medewerker laten inzien over wat voor vaardigheden je beschikt. Dat is een andere, minstens zo relevante uitdaging. Ja. En daarin zie je ook dat over het algemeen mensen die in een hele specifieke rol zitten, dat herkennen jullie denk ik ook wel binnen Defensie met wat jargon eraan gehangen, dat het helemaal voor mensen vaak niet duidelijk is dat ze op andere rollen ook heel erg van waarde kan zijn, omdat de bovenliggende vaardigheid juist uitstekend is vertegenwoordigd bij medewerkers. Ja, correct. En daarom denk ik dat dit ons ook ontzettend gaat helpen. Dat ook mensen zien van, maar dit pakketje heb ik al wel. En dan is het aan de organisatie ook om te gaan kijken van, hoe kan ik dan betrokkenen zover krijgen dat, wat is dan de delta eigenlijk ten aanzien van wat wij uitvragen? En hoe ga ik die delta overbruggen? Ja. Nou, en volgens mij, wat je hier ook laat zien, we noemen hier volgens mij een aantal dingen. We hebben het hier over draagvlak creëren in de organisatie. Nou ja, eerst awareness bij HR. Het draagvlak creëren tussen de operatie en HR.
maar vervolgens ook het samenstellen van de skills en het ontrafelen dit per functie. Ja. Wat zijn de volgende stappen hierin eigenlijk die je gaat zetten? Ja, als je kijkt naar de methodiek die wij inderdaad hebben ontwikkeld en die we ook toepassen en al hebben toegepast bij organisaties die daarmee met dat vraagstuk zitten, dan is na de stap van het draagvlak creëren, is eigenlijk eerst op het hoogste niveau toch wel die skillbehoefte vast te stellen. En daarin hebben we het echt over welke taken moeten er nu door onze organisatie vanuit ons primaire proces, waar wij voor staan opgesteld, gedaan worden om nu en ook in de toekomst die organisatiedoelen veilig te kunnen stellen. Dus je ziet dat je dan, ik denk dat het voor organisaties misschien herkenbaar is, dat je daarin je dominante vakgebieden, strategische doelgroepen wel kan beetpakken. Ook van, goh, ik zie dat ik bovenal op het gebied van techniek of inkoop- en contractmanagement, of dat daar de kern zit van waar ik van ben. Dit laat ook zien dat het belangrijk is, want dit is best een taaie exercitie soms. Er komt veel data bij kijken, je moet het ontrafelen. Vervolgens wil je daar ook je verandering op inzetten. Dat doe je ook voor de functies waarvoor het heel relevant is, ook in volume. Je doet dat niet voor een individuele rol die af en toe voorbij komt. Dit gaat echt op de backbone van je organisatie. Stellen we. En vervolgens ga je de functies die daar binnen vallen, daar ga je onderliggend kijken naar welke vaardigheden horen daar dan bij. Daar kan je zelf een begin mee maken als organisatie, door daar logisch in na te denken. En daar kunnen wij bij helpen, langs de as van die taxonomie tool die ook in de stap 4 zit. Doordat je op het moment dat je kijkt naar je eigen functie zoals je hem hebt opgesteld en je ontrafelt hem, dan kun je hem uiteraard nog toetsen en verrijken met vergelijkbare andere organisaties of profielen buiten. Dus dan krijg je weer een ander beeld. Als je dat hebt vastgesteld en vastgeklikt, dan weet je op welk niveau wil ik gaan werven en wat is dan ook nog de gap. Dus waar zit de ontwikkelbehoefte? En dat kan opleiding zijn, dat kan coaching zijn, dat kunnen letterlijk meters maken zijn in je vak. We hoeven het ook niet altijd heel groot te maken, denk ik. Om te zorgen dat je op die manier ook als organisatie bijdraagt aan het vakmanschap van de mensen. En nogmaals, wij zeggen altijd kijk en binnen en kijk buiten. Want dit is en een hele mooie manier om de brug naar buiten te slaan in werving. Maar zeker ook om behoud vorm te geven langs de as van nieuwe loopbaanpaden, een eigen leren- en ontwikkellijn. Ja, je zegt eigenlijk, het heeft voor de instroom heeft het, om dat gewoon goed op basis van skills te doen, maar ook voor het behoud van wat zit er eigenlijk al aan potentieel in mijn organisatie. Zeker. Ik krijg ondertussen vanuit de chat krijg ik een vraag ook binnen die hier wel op staat. Er vraagt, Nathalie van Doesem vraagt, hoe bepaal je de norm voor een skill en of iemand die skill dus ook daadwerkelijk beheerst? Ik dacht, goede vraag. Ja, nee, dat klopt. Want de eerste vraag is natuurlijk, is die skill er wel of niet? Ja. Uiteindelijk, als je kijkt het niveau van het beheersen van bepaalde vaardigheden, zul je daar over het algemeen juist samen met de operatie op werken. Vanuit weer het vertalen van wat is nou die taak die gedaan moet worden, naar wat moet iemand ten minimale beheersen. Ja. Vervolgens kun je in selectie nadenken op wat voor manier je dat eventueel via gamification of een assessment wilt toetsen. Waarbij wij ook wel pleiten voor het toetsen van die affiniteit en learning agility. Omdat uiteindelijk gaat het ook om welke stap kan iemand nog maken in zijn ontwikkeling. Ja. Ik weet niet of hoe de andere tafelgasten daarnaar kijken. Het is inderdaad een goede vraag. Hoe waardeer je skills? En hoe waardeer je dat iemand zegt dat hij bepaalde skills heeft? En het traditiegetrouw gaan we dan uit dat er een aantal skills onder het diploma hangen dat iemand heeft. Maar er zijn nu ook allerlei nieuwe manieren. Je noemde skills assessment, game-based assessment, die andere manieren zijn om die skills te kunnen vaststellen. En er is ook nog iets dat heet, micro-credentials. Pardon my French. En dat gaat dus over badges die je kunt halen voor bepaalde vaardigheden. En dat kennen mensen misschien wel vanuit de scoutingwereld. Dat je een touwbrug kunt maken, daar krijg je dan een badge voor op je uniform gespeld. En dat sluit ook heel erg aan bij hoe dat bij Defensie gaat. En dat zijn dus allemaal manieren
om zichtbaar te kunnen maken dat mensen die skills hebben. Maar dat is wel iets waar je actief aan moet werken. Want mensen gaan skills ontwikkelen bijvoorbeeld door ander werk te gaan doen. Alleen dan blijft vaak onzichtbaar dat ze die nieuwe skills zich eigen maken. En niet in de laatste plaats bij de mensen zelf. Die hebben ze dan zelfs niet eens in de gaten. Ze hebben ook zelf het bewustzijn nodig van, met die skills, welke skills heb ik eigenlijk? Want ik ben eigenlijk ook nog wel, even, als ik ook naar mezelf kijk, je kijkt naar een bepaalde functie die je gehad hebt. En dan ik merk dat ik er zelf ook nog wel op doorselecteer. Terwijl, ik klus ook in mijn garage, heb ik een vliering gebouwd. En dan denk ik, dat heeft toch wel andere dingen dan die ik dagelijks toepas bij Randstad. Maar er zijn dus allemaal systemen die helpen bij dat zichtbaar maken. En dat kan dus die micro-credentials zijn, dat kunnen traditionele assessments zijn, dat kunnen die game-based assessments kunnen dat doen. Ja. Maar die helpen dus mensen zelf, werkzoekenden, werkenden ook, om beter te leren kennen wat ze allemaal in huis hebben. Dankjewel. Om nog eens even wat verder te kijken naar, we noemden hier al wat voorbeelden vanuit de medische wereld en vanuit Defensie, om anders te kijken naar banen. Of meer vanuit skill-based, waar ze liggen persoonlijke interesses. Zou ik jullie ook nog wel een aantal filmpjes willen laten zien waarin dit van toepassing is? Ik heb 11 jaar in de slagerij gewerkt, maar nu ben ik heftruckchauffeur. Tien jaar was ik advocaat. Nu ben ik vrachtwagenchauffeur. Ik heb jarenlang voor de kinderen gezorgd. Maar nu ben ik metaalbewerker. We hebben stilgestaan bij de problematiek van vandaag. De uitdagingen die we daarin hebben. We hebben naar wat concrete stappen voor morgen kunnen zetten. Middels wat de informatie die Ilse hier ons over heeft gegeven. We gaan ook even kijken naar de stip op de horizon. Marjolein, welkom. Dank. Hoe kijk jij eigenlijk naar de toekomst van werk? Kijk, werk is aan allerlei veranderingen onderhevig, gegeven de invloeden van buiten. We zullen veel ouder worden. Dus dat betekent dat we ook na moeten gaan denken over hoe blijven wij lang en goed actief op een arbeidsmarkt. Hoe verwerf ik inkomen? Het andere is dat technologie van invloed is op ons werk. Verschijnen verdwijnbanen. Dat zit ons al eeuwen op de hielen, maar ook nu weer. Het andere is dat technologie ook maakt dat arbeid op een andere manier georganiseerd gaat worden. Dus het is heel verstandig voor mensen om zich naar die vragen te richten en te zeggen van, oké, als die veranderingen gaande zijn, wat zou dat dan voor mijn werk betekenen? En op welke manier kan ik mijn wonen, werken, leren, leven, zorgen en uitrusten net zo lang blijven doen als ik dat graag zelf wil? En als we dan kijken naar hoe de traditionele werknemer-werkgeverrelatie was, dan was dat een beetje verzorgd, industrieel. He, blijf keurig zitten, doe wat je moet doen en dan haal je je pensioen. Dat is aan het veranderen. Dat willen mensen ook niet meer. De jongere generaties die de arbeidsmarkt opkomen, denken zo niet meer. Die denken niet meer aan stilzitten en het komt wel goed. Dus dat bewegen wat handig lijkt in je carrière, in je loopbaan, dat zouden we ook vanuit werkgevers en vanuit het institutioneel speelveld, opleidingen, vakbonden, WIV, gemeenten, veel beter moeten ondersteunen. Zodat mensen ook daadwerkelijk kunnen bewegen over een arbeidsmarkt. Daar hebben we processen en procedures voor nodig die hen daarbij ondersteunen. Maar dan zeg je eigenlijk iets over de infrastructuur zoals werk geregeld is ook vandaag de dag. Ja. Nou, en dat eigenlijk voor de toekomst wel anders mag gaan zijn. Ja. We hebben het nu vaak over goed geregeld werk. Ja. En goed geregeld werk wil vanuit mijn optiek zeggen dat het niet alleen zo is dat je je werk goed regelt in de richting van het organisatiedoel, maar ook naar, kunnen mensen op deze manier hun loopbaan vormgeven? Kunnen ze hun leven vormgeven? Betaal ik genoeg? Heb ik secundaire arbeidsvoorwaarden waardoor mensen denken, die flexibiliteit die ik bijvoorbeeld heel graag in mijn werk zou willen, die kan ik hier ook organiseren. Dus het gaat veel meer om een emanciperend proces voor werkenden ook naar alle veranderingen die maken dat de arbeidsmarkt verandert. En die verandering, daar blijven we eigenlijk continu aan onderhevig. Wat nou voor de, ik gaf al eerder aan, er kijken veel HR-verantwoordelijken mee.
Ja. Mensen die deze problematiek ook kennen en zeggen van Marjolein, je hebt helemaal gelijk, er moet iets veranderen. Maar hoe dan? Wat moet ik daar dan voor doen? Welke richting moet ik dan de organisatie op gaan bewegen? Nou kijk, organisaties hebben een organisatiedoelstelling. En in de wereld van vandaag betekent dat dat één van je afgeleide doelstellingen is dat je graag je aanpassingsvermogen als organisatie wil organiseren. Laat arbeid nou deel uitmaken van het aanpassingsvermogen van organisaties. Wie heb ik op welk moment met welke skills en competenties nodig? En ga dan niet meer je goed werkgeverschap vertalen in, ik beloof jou dat je hier eeuwig mag blijven. Maar ga je goed werkgeverschap vertalen in, ik ben gedurende jouw reis die je gaat maken, in dit geval over de arbeidsmarkt, een hele goede partner. En wij gaan het van begin af aan hebben over, wat kun je heel goed, wat wil je graag leren, wat is dan je volgende stap in dit bedrijf, of buiten dit bedrijf, of misschien wel heel ergens anders. En hoe kunnen we dat veel beter vormgeven? En dan niet pas op het moment dat jou iets gebeurt in je loopbaan, maar veel meer naar voren halen in, dit is een service die we met elkaar bouwen. En zo kun jij, naast dat ik mijn organisatiedoelstellingen graag wil halen, ook jouw loopbaandoelstellingen gaan halen. Maar dan is het work as a service. Ja, we hebben het nu de prachtige titel Work as a Service gegeven, wat ook alweer Career as a Service kan gaan heten. We zoeken daar nog naar een wat betere term. Maar het gaat over, ben ik niet meer straks op enig moment boventallig of werkeloos, maar word ik misschien hooguit werkzoekend en vind ik een service die mij kan helpen, ongeacht mijn instapniveau op een arbeidsmarkt en de duur waarop ik daar al inmiddels verbleven heb, vind ik daar een service die me daarbij kan ondersteunen. Ja, want in mijn intro gaf ik al aan, jij bent pleiter voor een ontslagloze samenleving. Ja. En wat je hier eigenlijk zegt is, ik ben hooguit werkzoekend. Ja, maar nooit meer werkloos. Maar nooit meer werkloos. Het is wel een statement die je daarin maakt, volgens mij. Ik denk dat het vuur daar regelmatig voor over aan je schenen wordt gelegd. Maar in de problematiek die nu speelt, is dat eigenlijk, nou ja, kun je dat volgens mij van de hand doen als dat niet meer nodig is. Ja, ik merk heel vaak dat het een soort salto in mensen hun hoofd is. Van wat bedoelt ze ermee? Nou, wat zeker. Ik ermee bedoel, is dat je in die industrieel verzorgde economie ontslag als uitzondering kon ervaren. De meeste mensen hadden een baan met één opleiding gedurende hun hele leven. Dat gaat niet meer echt de waarheid van de toekomst zijn. Dat betekent dat die uitzondering wel eens vaker zou kunnen plaatsvinden. Dat je zegt, zou jij willen bewegen? Of ik heb nu echt mijn aanpassingsvermogen te doen. Ik wil graag dat mijn workforce er anders uit gaat zien. Ja. Als je dat nou steeds met een soort enorme scherpe snede naar werkeloosheid doet, dan verspillen we ongelooflijk veel talent. Dus mijn pleidooi is, let nou op in je organisatie met wie je graag zou willen dat er op enig moment een beweging plaatsvindt. En zorg dat dat een situatie wordt van altijd gericht op het vinden van nieuw werk. Dus hooguit werkzoekend, nooit meer werkloos. Dat is mijn pleidooi. Nou, volgens mij zit je dat hier helder uiteen. En dat ook vanuit, we hebben een gerenommeerde partij TNO aan tafel, die onderzoek doet naar de wereld van werk ook. Wat Marjolein hier schetst, is dat ook is dat herkenbaar voor jou? Ik zou bijna zeggen droombeeld. Het idee van een werkloosheidsvrije samenleving is natuurlijk ook voor ons als onderzoekspartij heel interessant. En de vraag is dan, het is goed om te benoemen dat de invulling van goed werkgeverschap, hè, als passend bij de organisatiedoelstellingen, die was traditiegetrouw dat je mensen baanzekerheid gaf. En wat Marjolein zegt is, je moet meer streven naar dat je goed werkgeverschap invult door mensen werkzekerheid te bieden. En dat is niet per se bij deze organisatie. Maar daar zit wel een spanning. Daar zit wel een spanning in een krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Want dan wil je helemaal niet dat mensen nadenken over een verblijf buiten jouw organisatie. Want je hebt ze nu heel hard nodig. Dus je wilt ze nu ook niet nieuwe skills aanleren of bij laten leren, als dat niet direct ten dienste staat van jouw eigen bedrijfsdoelstellingen. Dus het is voor werkgevers, arbeidsorganisaties, heel lastig om in die spanning te opereren. En wat je daar eigenlijk mee zegt, je wil je mensen zo lang mogelijk eigenlijk bijhouden. Dat is traditioneel getrouw. Nou ja. En dan piepen als mensen niet kunnen bewegen. Nee, precies. Denk erom. Maar het is dus deze spanning die we altijd hadden en die we ook zullen blijven houden. En dus een zorgorganisatie gaat niet tegen
alle verpleegkundigen zeggen van gaan jullie maar eens lekker ontwikkelen voor werk buiten de zorg. Ja. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, omdat ze al met tekorten kampen. Exact. En die willen die mensen alle macht behouden voor de sector. En dat is ook prima. Maar het gaat om dat je uitlokt bij mensen en dat je mensen faciliteert om positief mobiel te zijn. Dus dat ze uit eigen beweging gaan denken van ja, maar ik zie nu binnen mijn organisatie of buiten mijn organisatie kansen die beter passen bij wat ik te brengen heb. En dan ga ik even naar een heel ander vak, de logistiek en distributie. Daar zijn mensen die zetten pakketjes in van die palletwagens en die worden in een vrachtwagen geduwd. En dat is werk wat voor mij niet zo heel inspirerend is. En ik veronderstel voor mensen die dat werk doen soms ook niet. En die zouden misschien veel liever bijdragen aan de energietransitie door zonnepanelen te gaan monteren. Maar hoe komen ze daar? En hoe zorgt die werkgever in het distributiecentrum dat die mensen die kans krijgen? Nou, daar zijn nog heel veel leeuwen en beren op de weg. Er zijn heel veel drempels en het gaat erom dat je zorgt dat die structuren die we hebben, die infrastructuur die we hebben, dat we die drempels daar wegnemen. Ja, want we zeggen eigenlijk voor de mensen zeg maar dat ook best lastig is om dan om dat onder de leden te krijgen. Dat zij ook anders moeten denken. En wat Marjolein eigenlijk voor pleit is, joh, laten we dat vooral faciliteren. Laten we dat veel meer onderdeel zijn en laten we dat niet doen op het moment dat iemand zegt, oh, volgens mij is nu voor mij tijd om te werken. Nee, laten we dat al naar de voorkant trekken. Nou, niet als de robot zijn intrede doet in het distributiecentrum, maar daarvoor. Hè, want het is ontzettend belangrijk dat we ons realiseren dat arbeidsbesparende technologie heel handig is om in te gaan zetten, gegeven de krapte die er is. Ja. Het is nu een bittere noodzaak. Maar die krapte blijft al even, hè, zeggen jouw collega wetenschappers ook. Dus we kunnen ons er ook echt op die manier toe verhouden. En het andere is dat we mensen ook echt moeten faciliteren in dat leren. En dat kun je in je organisatie. Maar je zou ook, zoals de commissie Borslappen pleit, kunnen zeggen, nou, geef iemand een leerrecht tot zijn 80ste. En ga het ook gewoon heel serieus organiseren. Organiseer het samen met organisaties, maar zorg ook dat mensen zelf die keuzes kunnen maken. En dat is wat mij betreft die emanciperende werking die er ook echt vanuit zou moeten gaan. Ja, en je zegt de commissie Borslap. Ik denk voor sommigen die kijken een bekende naam die veelal geroepen wordt in deze thematiek. Ja. Kun jij in een nutshell uitleggen de commissie Borslap waar hij voor pleit en waar hij volgens mij evangelist in is? Om wat dingen te bepleiten om die arbeidsmarkt ook wel gewoon goed vlot te trekken. Kijk, minister Koolmees zag in dat het echt anders moest. En die heeft Hans Borslap en zijn commissie gevraagd, kijk nou eens goed. En de titel van dat rapport was, in wat voor land willen wij werken? Dus het gaat echt terug naar de vraag, hoe gaan wij nu de toekomst in? En een van de belangrijkste dingen die je daarin ziet, is dat hij zegt, we hebben verschrikkelijk veel mensen nodig. We hebben veel te veel contractvormen. We zien ook dat mensen te weinig wendbaar, weerbaar en wederkerigheid ervaren. Dat de regelgeving niet duidelijk genoeg is. Dus bovendien durft hij te zeggen dat er ondertussen een sociale kwestie in Nederland gaande is. Er hebben te weinig mensen toegang tot goede sociale zekerheid in relatie tot anderen. Dus we hebben nogal wat te doen met elkaar. En de commissie bepleit dan ook van, oké, laten we nou eens denken over drie rijbanen. Drie rijbanen op een arbeidsmarkt waarin je zegt, er zijn mensen die een vaste baan hebben. Maar laten we die mensen dan proberen wat wendbaarder te maken en dus ook intern flexibel te maken. Dat kan zijn ook in WW, hè, dus deeltijd WW-achtig. De middelste rijbaan gaat over, je zult tijdelijke contracten houden. En de derde rijbaan gaat over, op welke manier gaan we flexibel werken in dit land vormgeven. Hele serieuze poging om de arbeidsmarkt te hervormen. Nou, daar heeft de WRR nog een schepje bovenop gedaan met grip op geld, grip op werk, grip op leven. Toen kwam het MLT-advies van de SER. Ja, nu ligt er een regeerakkoord en moeten we eigenlijk zorgen dat we niet gaan cherrypicken uit dat prachtige rapport wat er ligt, maar dat we zeggen we gaan opnieuw die arbeidsmarkt uitvinden. En het pleidooi is, kun je dat doen niet langs contractvormen, maar kun je dat doen langs sociale zekerheid en zekerheid voor iedereen op een arbeidsmarkt goed regelen. Ja, dat iedereen het vertrouwen voelt, dan ook, dat is eigenlijk wat dit dan uitstraalt, die drie wegen. Weten wij. En niet ik hoor je ook zeggen, niet cherrypicken, dus we kunnen niet maar 1-2 dingen uit dat rapport kunnen halen. Ja. Je zegt eigenlijk, we moeten al deze drie de paden bewandelen, willen we dit vlot trekken?
Dat zegt de commissie. Of dat zegt de commissie, zeg jij niet. En dat beaam ik, ja. En het is dus ongelooflijk belangrijk dat we daar gezamenlijk aan werken. Dat kan niet van de overheid komen. Dat moeten organisaties zich aantrekken. Dat moeten vakbonden zich aantrekken. Ja, mensen zelf die werken moeten zich dat aantrekken. Ja. Opleidingsinstituten. Ja. Volgens mij slaat dit ook wel op het punt eigenlijk als we wat Ilse net aanstipte. Dat zorgen voor draagvlak, dat geldt natuurlijk intern in de organisatie, maar dat geldt eigenlijk branchebreed. En het is iets van ons allemaal. Stefan, je zit hier in het heetst van de strijd als het gaat over de arbeidsproblematiek. Zeker. Jij ondervindt dit aan de lijve. Als je dit zo hoort wat Marjolein hier zegt, wat doet dat met jou? Ja, ik heel herkenbaar. Dat is eigenlijk wat je als Defensie ook heel graag zou willen. Is dat je ook aansluit bij de huidige generatie, Yankee en Zulu. Die inderdaad die arbeidsmobiliteit opzoeken. En hoe kunnen wij daar nu als Defensie ook invulling aan geven? Defensie, ik gaf het al aan. Veel militairen nodig, veel burgers nodig. Je hebt je fighting echelon. Daar is het echt wel wat moeilijker om daar invulling te geven aan flexibele... flexibel werken. Omdat je gewoon ieder moment paraat moet zijn en uitgezonden moet kunnen worden. Maar daar tegelijkertijd is de organisatie zo groot en hebben we zo'n grote diversiteit aan functies dat je moet kijken wat kan ik daar intern aan doen. Maar ook, en dat is een beetje het ecosysteem waar ik al naar refereerde, hoe kan ik dat nu in gezamenlijkheid doen met bedrijfsleven, met andere ministeries, dat we die mobiliteit in bepaalde levensfasen van ons personeel mensen ook kunnen zeggen van oké, nu even niet op die push-button readiness. Nu even ergens anders, ontwikkel je verder en kom daarna weer terug. En als we dat weten te bewerkstelligen met z'n allen, ja, dan hebben we een defensieapparaat wat gereed is voor welk gevaar ook maar. Nou, ik denk dat dat volgens mij een mooie stip op de horizon ook voor Defensie is. We worden hier volgens mij ook al vanuit TNO, wordt hier veel onderzoek naar gedaan. Zijn er nog typische learnings die je hier mee kan geven aan ons? Nee, die uit onderzoek geduid hebt dat je dacht, hey, dit nou, is... Wat ik wel kan benoemen is dat we vanuit onze skills benadering van de arbeidsmarkt herkennen. Hè, zo'n element uit het plan van Hans Borslap en zijn mensen, die leerrechten tot je tachtigste. Dat is prachtig en dat is een mooi beeld van hoe mensen dan hun hele leven lang kunnen blijven leren en zich kunnen blijven ontwikkelen op die arbeidsmarkt. Maar je moet wel beseffen dat daarvoor nodig is dat die mensen voortdurend ook zich bewust zijn van wat ze allemaal al leren zonder dat ze leerrechten gebruiken. En als je nieuwe taken gaat doen binnen je organisatie, ga je leren. En ik gebruik vaak het voorbeeld van mijn broer. Mijn broer is magazijnmedewerker. Dat is een klein magazijn wat niet zo snel geautomatiseerd zal worden. Dus... Maar die doet wel eens nieuwe dingen. En die heeft helemaal geen idee dat hij aan het leren is. En wil dat misschien ook helemaal niet. Maar het is wel heel belangrijk dat hij dat wel ziet. Omdat hij dan ook weet dat andere taken binnen diezelfde organisatie voor hem ook geschikt zijn. Ja. Dus je komt op meer ideeën, je hebt meer ruimte in je hoofd om jezelf te ontwikkelen op die arbeidsmarkt en om mobiel te zijn. Het is een stukje besef wat je eigenlijk hebt in wat ben ik nou daadwerkelijk aan het doen. En meestal realiseer je dat aan het einde op het moment dat je je cv misschien aan het opfleuren bent. Nou ja, en dat kan je bijvoorbeeld stimuleren door op de werkvloer ruimte te maken van oké, we hebben vandaag gewerkt. We pakken even een kwartiertje aan het eind van de dag. Wat ging goed? Ja. Wat kan beter? Ja. Dat kun je op alle niveaus, tot in distributiecentra, in slachterijen, kun je dit soort dingen doen waarbij je mensen laat stilstaan. Wat heb ik vandaag voor werk gedaan? Ging dat goed? Ging dat slecht? Hoe kan het morgen beter? Ja. Als je daar begint, dan zul je zien dat mensen in alle rangen en standen van het onderwijs zoals we dat kennen, gaan leren en bewuster gaan zijn van dat ze leren. En nou, dat is denk ik een manier om een beetje handen en voeten te geven binnen de organisatie. Nog voordat alle beleidsvoornemers uit het plan Borslap, kan je morgen mee beginnen. Kan je morgen vanuit HR en vanuit operations kan je zeggen, want dit gaan wij doen om een lerende organisatie te worden. Nou, een lerende organisatie is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een skills gebaseerde arbeidsmarkt. En we hebben, onder andere bij TNO doen we heel veel onderzoek naar wat maakt nou een organisatie lerend? Ja. En wat zijn dan de concrete ingrepen die je kunt doen om die organisatie lerender te maken? En wat
bevordert de leercultuur. Dus we monitoren in samenwerking met de SER de leercultuur bij met name MKB-bedrijven. Maar dat lerend vermogen inderdaad, wat je zegt, hè, Marjolein, lerend vermogen. Dit is volgens mij ook de sessie waarom we hier zitten eigenlijk aan deze ronde tafel. Het lerend vermogen wat we hebben. Hoe ver zijn we daarmee? Ik denk dat we er best ver mee zijn, maar we willen het zo graag heel erg in een model wringen. Het moet onderwijs zijn. Ja. En we gaan eigenlijk naartoe, wat we eigenlijk zeggen hier aan tafel, dat willen we. We willen veel meer naar skills gaan en we proberen toch weer in een opleiding of iets te... Ja, en dus het idee van sta stil bij wat je leert, omdat je 80% van wat je leert, leert door te werken, is denk ik heel uitnodigend voor mensen en geeft ook het zelfvertrouwen om weer te gaan leren. Ja. Dus en als je HR nou een tip mag geven, dan is volgens mij dat heel belangrijk. Op alle niveaus in je organisatie, probeer mensen duidelijk te maken, wat leer jij hier eigenlijk elke dag en kan ik dat ook voor je verzilveren? Ja. Maak het zichtbaar. Maak het zichtbaar, ja. Dat is het. Wat leer je en maak het zichtbaar? Ja. Ja. En in een aantal gevallen zijn dat hele technische dingen. Ik kan 5 keer in de sinaasappel prikken, dus ik mag nu in Marjolein prikken. En een andere keer is het iets van, wat kun jij goed met bange Marjolein omgaan? Wat ben jij in staat om iemand gerust te stellen? Dus daar is verschil tussen. En dat als mensen dat leren waarderen van zichzelf en herkennen, dan gaan ze dat ook in anderen doen. Dan ontstaat er iets. Ja. En ik denk volgens mij dat we daar eigenlijk wel de essentie te pakken hebben. Volgens mij ook voor aan de werknemerskant. Maak het zichtbaar. En wat leer je nou eigenlijk? Maak dat vooral zichtbaar. Die twee dingen is volgens mij de essentie wat je volgens mij aan de mensenkant kan duiden. En wat ik eigenlijk ook hoor zeggen, en dan gaan we eigenlijk ook al richting de afronding. Want we hebben hier volgens mij heel veel dingen aan tafel nu besproken. En volgens mij kunnen we hier nog wel een uur aan vastplakken. En nog wel een verdere deep dive op maken. Ik zie namelijk ook dat er heel veel vragen inmiddels binnenkomen. Waar we zometeen in het laatste kwartier nog verder bij stil gaan staan. Maar als ik hier zo even naar de wereld kijk die we hier vandaag presenteerd hebben. Vandaag, de problematiek is volgens mij groot. Het aantal vacatures wat bij Defensie is. Maar dat zal bij Defensie niet anders zijn dan de rest van de kijkers hier ook zelf ervaren. Die uitdagingen zijn groot. En de uitdaging zit er met name op van, joh, bij HR is er best wel de awareness, maar hoe maak je nou die doorvertaling naar de operatie toe? En waar we dan bij Ilse voornamelijk stil hebben gestaan is van, joh, maak het daarin wat kleiner, maak het behapbaar, doe het in 5 stappen. Waarin het natuurlijk gaat om het draagvlak creëren, het stellen van skills naar behoeften en ontrafel de functies ook daadwerkelijk. Ik denk dat we daar al volgens mij echt wel wat aan het raken zijn. En Marjolein, wat jij terecht zegt over het van leren, werken, pensioen naar het ontwikkelen en productief en uitrusten eigenlijk willen gaan. Ja. En wat ik hier ook zelf in meeneem is ook vooral de andere kant, niet vergeten, het mensenaspect, de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Wat leer je? En maak het vooral zichtbaar. En volgens mij zit daar ook wel iets in om eigenlijk aan alle kanten het perspectief, of in ieder geval de stip voor iedereen op de juiste, naar de juiste kant. Er is denk ik nog één heel mooi ding wat HR echt mee kan nemen. Is dat kun je proberen om nooit meer iemand af te wijzen, maar hooguit door te verwijzen. Dus het effect van ik voldoe niet uit dat proces te halen. Maar te zeggen niet hier, maar moet je eens kijken waar wel. Ja. En dan draag je volgens mij ook weer bij aan dat zelfvertrouwen wat je zegt. En ik denk, volgens mij hebben we wel een aantal dingen hierin flink geraakt. Zijn er nog nabranders voor nu? Nou, nog een mooie aanvulling eigenlijk op hetgeen wat je net nog zei. Is het aanbieden van kennis en het ontsluiten van kennis uit de organisatie. Maar voordat je het weet, ga je dan een nieuwe discussie in. Maar dat is natuurlijk ook, hè, en ook je refereerde er eigenlijk een klein beetje naar, hoe ga ik die kennis aan aanbieden en hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen dat ook in hun eigen tempo kunnen doen, op hun eigen wijze kunnen doen. En dat genereert dan ook weer zorgen dat mensen gereed zijn voor taken en rollen die ze moeten gaan uitvoeren. En wetenschappelijk noem je dat reflecteren op je eigen werk. En bij jullie noemen ze dat debriefing na operaties. Maar dat kan je dus heel klein maken. Bijna in alle organisaties kan je dat toepassen. Dus even stilstaan bij wat hebben we nou gedaan vandaag? Hoe kan het morgen beter? Of wat ging er vandaag niet goed? Wat ging er vandaag wel goed? Wat leer je en maak het zichtbaar? En dat is denk ik de basis voor al het leren. En dan kan je ook de meer formele kanten van leren, die kan je ook beter en preciezer inzetten. Want we hebben nooit
genoeg geld om iedereen alles te laten leren wat ze maar willen. Dus het is heel handig als mensen zelf realiseren wat ze elke dag op de werkvloer leren. Dankjewel. Dankjewel allemaal hier aan tafel voor jullie expertise op dit gebied. En dank ook wel voor de kwetsbaarheid die je getoond hebt om even de perikelen binnen Defensie ook even daadwerkelijk ter tafel te brengen. Dank daarvoor. Dank jullie wel, kijkers thuis. Mochten er naar aanleiding van deze sessie nog vragen, opmerkingen zijn, wordt er nog een paper nagestuurd. Mocht je daar de behoefte hebben om daar nog even op door te praten, of dan reageer daar vooral op. En we nemen daarin graag contact met je op. Namens mij, dankjewel voor het kijken. Blijf voor nog hangen als u wil de vragen die gesteld zijn beantwoord wil hebben. Daar gaan we nu het laatste minuten aan besteden. Dit is het formele gedeelte. En als je nog wil blijven hangen, komen nu de vragen. Bring it on. Bring it on, zou ik zeggen, ja. Ik krijg een vraag binnen van Natanja Jansen. Dankjewel voor het stellen van je vraag. Ik heb een bijeenkomst bijgewoond van een onderdeel UWV. Uh-huh. Ook over over skills en database. Gaat het hier om dezelfde database? Is er een landelijk samengestelde database? En dan refereert ze denk ik aan jouw opmerking, Ilse. Ja. Jij herkent dit volgens mij. Ja, zeker. En we hebben ook contact met UWV daarover. Dat is een andere database. Hè. Wij werken met de eigen taxonomie database. Dat is wat ik al zei, hè, een geclusterde database waar allerlei externe data in zit die we nog verrijkt hebben. Ook UWV maakt natuurlijk de beweging, ook vanuit het eigen werkbedrijf, hè, en het bemiddelen van de medewerkers die daar zich melden, hè, om vanuit talent, vanuit vaardigheden, skills, hè, te werven. Dus daar zitten parallellen in de methodiek, maar de database die wij toepassen is niet die van het UWV, die is UWV eigen. Het zijn verschillende. Ja. Maar die van UWV eigen, die heet Competent.nl. Ja. En het is de bedoeling dat alle andere databases kunnen praten met die data. Ja. Dus dat er uitwisseling plaats kan vinden. Ja. En dus wat UWV aan het doen is nadrukkelijk bedoeld om als een soort van flexibele en open standaard voor skills te gaan fungeren. Ja, dat is mooi. Ja, zeker. Ik krijg ook een vraag binnen van Matt Hoenen. Het bepalen van de skills via bijvoorbeeld assessment is vaak hoog over. Hoe maak je dat praktisch? Dat ligt natuurlijk ook aan over welke skills je het dan weer hebt. Kijk, uiteindelijk begint het bij het vaststellen van welke skills zijn er nodig en op welk niveau. Hè? Dat was ook een eerdere vraag. Hè? Dus kijk met de operatie. Overigens bedoel ik daarmee zowel de afdelingsmanager of de leidinggevende, maar ook de medewerkers op dit moment in functie. He, want het zal je verbazen hoe vaak als die samen gaan tekenen er een ander profiel uitkomt dan waar nu al jaren op geworven wordt. He. Ook dat heeft zich doorontwikkeld. Ja. Dus neem vooral daar ook de dagdagelijkse ervaring van die medewerker in mee. En afhankelijk of dat iets meer praktische skills of kennisskills zijn of gedragsvaardigheden, zul je daarop vervolgens gaan bepalen hoe je die het beste kan selecteren. Ja. Waarbij je ook je nog kunt afvragen van tot hoeverre wil je alles uitgeselecteerd hebben. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk. Ja, daar moet je ook keuzes in maken. Zeker, zeker. En aan de kant van werkzoekenden zijn er een hele baaierd aan tools van skills paspoorten, skills wallet, skills cv's. Vanuit TNO proberen we al die dingen aan te sluiten op dat centrale systeem, zal ik maar zeggen, van Competent.nl. En het gaat er dus ook om dat wat je binnen organisaties doet en dan gaat werven op basis van skills, als dat niet herkend wordt bij werkzoekenden. Ja. Dus je hebt die assessmentkant ook wel degelijk nodig. Ja. En er komt een vraag binnen van Erik van Tricht. Hoe los je het op zodra je een vacature enkel vervuld kan worden met een skill waarbij enkel toegankelijk is door middel van een niveau of diploma, zoals bij een accountant of een auditeur? Een hele mond vol. Zoals ik de vraag vertaal, maar misschien dat de andere. Wat doe je nu met een skill waar gewoon een diploma aan moet hangen voor het uitrollen van de vraag? Precies. Ja. Op het moment dat zo is en dat zo blijft, hè, dan zal iemand daaraan moeten voldoen. Wil die volledig in zijn functie zitten? Ja.
dan kun je in het hier en nu, vinden wij, wel kijken naar taakdifferentiatie. Ja. Dus kan iemand een deel van dat profiel al wel doen en in parallel het opleidingstraject en de certificering alsnog behalen. Ja. Dus ook daar is ruimte. Dat vergt alleen wel iets meer geduld. En dat betekent dat voor de manager in kwestie, hè, iemand niet op het volledige palet nog inzetbaar is, maar misschien dat een andere collega, hè, in de taakdifferentiatie, hè, iemand die wel al volledig is gecertificeerd, daar weer wat extra dingen in kan doen. Dus dan ga je het werk, en dat is ook weer in het heel klein, op een afdeling, anders organiseren en anders bij mensen beleggen. Ja. Ja, en dan ga je hem eigenlijk uitsplitsen, zeg je, wat je zegt. Bijvoorbeeld. Wat is echt taakdifferentiatie. En dit zijn de vraagstukken die in de zorg ook spelen. Hè? Ja. Ja. Heb je nou, als je heel veel prikken moet zetten voor corona, heb je nou echt allemaal HWOV-verpleegkundigen nodig? Ja. Of kan je ook mensen inzetten die alleen die ene handeling kunnen verrichten? Ja. Onder druk wordt alles vloeibaar, dus dat is in de afgelopen coronaperiode gelukt. Bij Defensie zijn er vergelijkbare profielen waar je formele kwalificatie-eisen zijn wat ze zijn. Daar kunnen we niet aan tornen en dan kan je dit soort oplossingen gebruiken. Ja, en onderschat niet het effect dat wanneer je in die werksituatie bent, dat je dan dus leert en dat dan misschien jouw leren naar die uiteindelijke gevraagde profielstrijd, dat die beter werkt. Dat het snel kan gaan. Ja, zeker. En dan krijg ik een vraag voor jou, Marjolein. Hou je vast. Als iedereen zijn eigen skills bijhoudt, wordt het niet skill-based ZZP die zich gaat aanbieden? Vraagt René van Adel zich af. Ja, wat een mooie vraag. Ik zeg altijd dat ZZP een van de belangrijkste ontwikkelingen is om je de arbeidsmarkt van de toekomst voor te stellen. Maar dan wel met een collectief daaronder wat goed geregeld is en waar een zekere solidariteit in de samenleving ook zal zijn. Dus ik meen te zien dat wij eigenlijk ons gaan verhouden tot een arbeidsmarkt als ik maak een reis over een arbeidsmarkt, zoals een ZZP'er dat ook doet. Maar ik hoop dat we daaronder op een hele goede manier toch de band met een werkgever en onze bijdrage aan het grotere geheel, want we houden in een samenleving mensen die even pech hebben, die wat minder snel zijn in leren, die misschien toch een periode even niet kunnen werken, dat we dat wel met elkaar kunnen blijven organiseren. En zoals ZZP zich nu ontwikkelt, gaat dat daaraan voorbij. En er is nog iets anders wat ik daar graag over wil zeggen. Dat is dat je... Ja, maar dus even de contractvorm is dan even los daarvan. Los van de contractvorm, En dat lijken we nu ook een beetje met de generatie Y en Z te doen. Hè? Dat we zeggen, die vinden alles niet belangrijk, maar die willen straks ook hun leven vormgeven. En afgelopen week ook in de krant, wij werken maar via een platform omdat we toch geen hypotheek kunnen krijgen. Nou, dat soort zaken, denk ik, daar moeten we voor waken. We moeten proberen een economie, een arbeidsmarkt te hebben waar mensen hun leven kunnen vormgeven. En ik vind dat onderdeel uitmaken van goed geregeld werk. Ja, dankjewel. Dit was de laatste vraag. Nogmaals dank. Dit is de afsluiter van deze ronde tafelsessie over skill-based recruitment. Dank voor het kijken en wellicht tot een volgende keer.